Hoi, ik ben Arthur en ik heb ooit de MBO Flashsports gedaan van het jaar 2011 en 2012. Ja, waarom ik destijds gekozen heb voor MBO Flashsports? In die tijd wist ik eigenlijk niet zo heel goed wat ik wilde. Ik stond toen heel anders in het leven en ik wilde iets met sport doen. Maar ik wist nog niet precies, zeg maar, wat ik wilde. De visie die uitgelegd werd toen destijds, die sprak me eigenlijk best wel aan. Ondanks dat ik toen nog best weinig van begreep. Waarbij MBO Flashsports gaf een hele unieke blik op leren. Hoe het uiteindelijk echt werkt. En ja, dit heeft me veel geboeid. Tijdens de opleiding, want ja, dit stond eigenlijk haaks op hoe ik altijd geleerd had wat leren was. Want leren dat moest plaatsvinden in schoolbanken met één leraar voor de klas en dat vond ik saai. En ik had dat in mijn hoofd als het concept van zo ziet leren eruit, maar dat is uiteindelijk niet hoe ik er nu naar kijk. Van tevoren wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik kon verwachten bij de opleiding. Alhoewel ik wel intakes had gehad. En na die intakes had ik vooral een sterk onderbuik gevoeld dat ik dat er veel zou gaan veranderen. Waarbij ja, ik wist nog niet zo goed hoe ik dat kon plaatsen. Maar in ieder geval, wat mooi was dat uiteindelijk is gebleken dat iedereen daar een onderdeel heeft in meegemaakt in die verandering. Want ik heb wel wat veranderingen meegemaakt. Logisch ook als je een opleiding zeg maar gaat doen. Maar daar heb je ook wel je eigen inbreng in. Dus in waarin, wat wil je leren uiteindelijk? En de opleiding kwam gewoon een beetje dichtbij voor mij. Het was confronterend omdat uiteindelijk het ook persoonlijke aandacht geeft. En op school kan je altijd van alles ontwijken, maar nu gaat het toch ook wel over van, hey, wat wil ik hier zo leren? Dus daarmee is het automatisch veel directer verbonden met hoe ik de dingen doe. Ja, wat ik het leukste vond aan de opleiding, dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Want er is niet één ding geweest wat ik het leukste vond. Er zijn meerdere dingen en ik kan nu één ding wat ik heel mooi vind voor me halen, waar ik niet aan kan denken. Maar dat is niet voor dit filmpje, maar ik zal een voorbeeld geven van iets waar heel veel mensen zich ook kunnen herkennen. En dat is dat wij in Oostenrijk met z'n allen, met de hele groep, op de piste gingen skiën. En ja, we hebben ook momenten gehad dat we dan gingen oefenen en gingen leren om synchroon te skiën. En uiteindelijk dat met de hele groep op die piste gingen doen. Waarbij, het was heel mooi. Het gaf veel bekijks en uiteindelijk creëerde het gewoon heel veel teamgevoel. En ja, gaf dat een herinnering waar ik mooi op kan terugkijken.